Inmiddels is het maandag. Goedemorgen. Het is 7:20 en 20 minuten geleden zijn hier achter mij de mannen van de bouw weer begonnen. Ik heb een boodschaplijstje gemaakt, want ik ga zo de weekboodschappen halen. In de grote winkel, ja. En ik ben een wasje aan het vouwen hier. Mijn Reddy gaat zo lekker met me mee. En verder is het plan om ja, eigenlijk toch wel weer verder te gaan met de muren. Het is gewoon heel veel werk en het moet gewoon af. Eigenlijk heb ik gewoon al last van mijn schouder doordat ik dat doe. Maar ga ik toch maar wat meer met links werken. Het moet gewoon gebeuren. Ik weet anders ook niet hoe we het moeten oplossen. We willen het in ieder geval zo snel mogelijk gedaan hebben, want dan kan er een kleurtje op. Dus we zien het wel. Inmiddels een andere trui aan en inmiddels ook de boodschappen binnen. En ik was 71 euro kwijt voor de hele week. Dus ik ben weer super blij mee. En dat terwijl ik ook zalm heb gehaald en het biefstuk. Dus hoe ik het er gedaan heb, ik weet het niet. Maar ik ben blij met het eindbedrag. Intussen lopen er hier in de tuin 3 mannen rond. Jullie zien ze denk ik, ja, een beetje de verte. Want ze gaan de tuin afgraven. Er ligt hier namelijk alleen maar kleigrond. En ja, daar kun je niet zoveel mee. Ze gaan het afgraven en dan gaan ze het weer opvullen met helft kleigrond, helft tuinaarde. Dat mengen ze dan. En dan vullen ze dat weer op. En we hebben ook nog een deel waar ze zand gaan neerleggen. Want ze willen ook nog een terras aanleggen. Dus dat gaat allemaal gebeuren op korte termijn, want ook deze week gaan ze hierachter een parkeerterrein aanleggen. En dan kan, wat ik zeg wel, als dat parkeerterrein er eenmaal ligt, dan kan hier geen graafmachine of een kraan of wat dan ook, of een trekker meer bij. En aangezien we op de hoek zitten, hebben we geluk. Dus dat gaan ze allemaal nog doen vandaag en morgen, denk ik. Want die man loopt hier nu al rond met een tekening en vanochtend is de knoop pas gehakt. Dus het gaat allemaal heel snel, maar het wordt wel echt heel leuk. Inmiddels is het middag en hebben we geluncht. En is het tijd om een muurtje hier achter ons even in de voorstrijk te zetten. Heb je goed geroerd? Ja. Oh. Benno is onderweg naar huis, maar dat kan wel even duren, want hij heeft 1,5 uur reistijd. Ik ga chop choy maken. We hebben niet zo heel veel gedaan vandaag, want we waren gewoon hartstikke moe. Dus ja, we zijn wat buiten geweest, hebben boodschappen gedaan. Heel klein muurtje in de voorstrijk gezet en nu is het tijd om eten te gaan maken. Het is een vegetarische maaltijd, maar wij doen er gewoon kip in. Want eigenlijk moeten er vegetarische kipstukjes in. Heel slimme dag natuurlijk, maar iedereen kan wel bedenken. Als je geen kip eet, dat je ook gewoon iets kan vervangen voor iets vegetarisch. Maar leuk bedacht. Bereidingstijd 30 minuten. Nou, ik denk niet dat ik dat ga halen. Maar goed, ik ga even de groenten snijden. Dit is wat er allemaal in zit. Zakpeultjes en knoflook. Ik maak altijd 2 bakjes. In het eerste bakje doe ik dan alle groenten of dingen die er als eerste in moeten. En dan gooi ik daarna in 1 keer al die groenten erbij. Want ik wil eerst alle groenten gesneden hebben. En als ik dan klaar ben, dat ik dan gewoon door kan koken. En dat ik niet tussendoor nog dingen moet gaan zitten snijden. Want dan krijg ik echt een error. Dan ben ik gewoon ook niet op tijd. Gaan dingen aanstaan bakken en zo. Dan kan het niet echt misgaan, maar toch. Dinsdag en ik ben onderweg naar mijn werk. Weer bijna een lege tank. Ik heb 2 tankstations ben ik langs gereden om te tanken. Die ene die had een systeemfout. Daar kon ik niet eens contactloos betalen. En er was ook geen winkeltje, dus ik kon überhaupt niet binnen.
En de tweede stond gewoon allemaal paaltjes omheen en waren ze blijkbaar aan het spuiten of aan het verven, weet ik wat. Maar dat kon ik ook niet tanken, dus nu ben ik bijna bij mijn werk. En hoop ik dat op de terugweg, dat ze dan klaar zijn met het schoonmaken of verven of wat ze dan ook aan het doen waren. Ik zei al tegen mezelf, het is een complot. Waarom? Ik kan het niet tanken. Ik rijd echt, ik denk 10 keer zoveel kilometers dan naar mijn vorige werk. Maar kennelijk mag ik niet tanken. Er komt een moment dat sta ik stil langs de weg. 400 meter, links of slaan. Begint het ook nog te regenen. Goedemorgen weer vanuit de Kate. Nee, eigenlijk wel. Want het voelt echt een beetje alsof we in een Kate leven. Want er zijn gewoon nog zoveel spullen die we geen plekje kunnen geven. We hebben een hele grote kraan in de tuin. En een trekker. Ik draai even het beeld. Daar hebben we een trekker in onze tuin. En daar staat een kraan. Nou, dat is gewoon heel normaal. Hij is even de kleigrond uit de tuin aan het graven bij de buren. Want we hebben hier allemaal klei, klei, klei. En van klei wordt je niet blij, dus dat moet weg. Je hoort op de achtergrond allemaal machines en apparaten en zo. Maar dat was vorige vlog ook al zo en ik kan er niet zoveel aan doen. Maar wat ik jullie graag wilde laten zien, is dat plantjes aan het opkomen zijn. En dat vind ik echt super leuk. Ik weet alleen niet meer wat hierin zit. Dus, maar daar ga ik wel achter komen. Ik denk radijs. Paprika komt niet echt op. Tomaatjes volgens mij wel een beetje. Kijk, hier zie je ook al mini sprietjes komen. Dus er is een begin. Ik heb even gezellig bijgekletst met mijn vriendin. We sturen altijd spraakberichtjes heen en weer. Echt ellenlang, minutenlang. 7, 8 minuten soms. 5, 4. Maar ik ga even wat drinken. En om 11 uur heb ik afgesproken met de buurvrouw. Ga ik daar op de thee. Vind ik ook heel gezellig. En het is gewoon ideaal als je goed overweg kan met je buren. In Epe konden we ook heel goed overweg met de buren. Maar was het niet zo dat je mensen over de vloer kreeg of zo. Daar hadden mensen gewoon geen behoefte aan. Wij vinden dat heel leuk en gezellig. Maar ja, iemand anders moet daar ook voor openstaan. Het is wel heel leuk dat je met z'n allen hier gestart bent. Want je hebt ook iets gemeenschappelijk, zeg maar. En dat schept ook wel weer een band. Want het is gewoon meteen heel vertrouwd. En alsof je elkaar... Ja, we zijn natuurlijk al... Even kijken, wanneer zijn wij... We zijn sinds mei of zo. Vorig jaar zijn we al hiermee bezig. Zoiets, denk ik. En eind juni, op mijn verjaardag, hebben we toen het voorlopige koopcontract getekend, volgens mij. Of het definitieve koopcontract. Definitief, denk ik. Ik ben het even kwijt, ik weet het niet meer. In ieder geval in de zomer. Dus we zijn al een aardig tijdje aan het bouwen hier. En het is nog steeds niet af. Nou, ik ga even wat drinken. Ik kom eigenlijk naar buiten, maar Meijer heeft geen zin. Terwijl zij degene is die altijd buiten wil spelen. Maar dan gaan we vanmiddag gewoon eventjes. We zijn dus aan het graven in onze tuin. Zoals je ziet. Maar ik heb er wat van gezegd net. Want ze zouden dus 50 centimeter afgraven. Maar ik zag al van binnenaf. Dat is geen 50 centimeter. Dus die man kwam naar mij toe. En hij zei. Je houdt toch een moestuin? Dus ik zeg ja, dat klopt. Ja, waar wil je die dan? Dus ik zeg, doe maar hier naast het huis. Maar hoezo dan? Ja, dan doen we daar gewoon tuinaarde in. Van 100%. Tuinaarde, want klei in combinatie met tuinaarde, want we doen 50-50 mengen, want dat scheelt weer 1000 euro. Maar volgens hem kan je dus beter niet je moestuin doen op de klei. Nou, 100% klei wisten we wel, maar we dachten 50-50 kan misschien ook wel, maar hij zegt nou beter niet. Ik krijg dus gewoon tuinaarde in mijn groentetuin, waar ik super blij mee ben. Oh, nu gaan ze hiernaast gaan ze weg. Ze hebben ook echt helemaal zo'n lijntje gespannen.
Ik loop even buiten, want ik ben onderweg naar de drogist. Ik heb nog wat dingetjes nodig, dus dat gaan we even halen. Vanochtend heel gezellig bij de buren, buurvrouw van 25, op de thee geweest en blijven lunchen. Dus het is al middag inmiddels. Maar we zijn even lekker aan het wandelen. Ze zijn hier allemaal bomen aan het planten. Ik ben heel benieuwd hoe het er over een halfjaartje uitziet als al die bomen aan het bloeien zijn. Kijk, allemaal bomen. Het gaat uiteindelijk wel, maar hij is inderdaad niet meer helemaal lekker. Mag ik die mama hebben? Ja, wil je die? Ja. Ik wilde jullie nog even laten zien wat er vandaag is gebeurd. Kijk, ze hebben overal aarde langs het huis gelegd. Benno en Meijer staan mee uit te zwaaien. Dit is onze tuin, dit stuk. En dan komt daar mijn moestuin. Ik ben weer thuis. Ik had namelijk een vergadering vanavond. Maar het was een goede vergadering en het was leuk. Want we hadden een bingo over het veilig slapen beleid. Dus leuk. Allemaal vragen en of we het allemaal weten. Want de GGD zit er momenteel heel erg op over het veilig slapen. Dat het heel belangrijk is. En daar gaan ze allemaal vragen over stellen. En ze komen binnenkort langs. Dus ze moeten het weten. We weten het over het algemeen wel. Maar het moet nog een beetje af en toe. Jullie zien naar een grote lichtbak. Het moest even opgerakeld worden. Wij zitten namelijk voor de computer, want eigenlijk ja, laptop met een groot scherm erbij. Want er moet verf besteld worden, want zoals jullie hebben gezien, hebben we afgelopen weekend hebben we kleurtjes uitgezocht. En moet besteld worden, dus dan even aan het uitrekenen hoeveel vierkante meter huis er eigenlijk geverfd moet worden. Dan moet het hele plafond trouwens ook, hè? Hebben we wel meegeteld? Ja, dat kan wel. En rollers, ook wel belangrijk. Dus dan hebben we 10, 15 liter van de basiskleur. En Gentle Plum. 2,5 liter van de kleurkleur. Dan hebben we nog rollers, 2 verschillende maten en tape. Mm-hmm. En dan hebben we alleen de woonkamer. Ja. Ja. Nee, dat is niet waar. De hal kunnen we daar ook mee doen met de basiskleur. Oh, oké. Okay. Dat moet wel lukken. Ja. En ik denk zelfs, voorzichtig, maar dat weet ik nog niet, maar al wel, de trap naar boven. Ja, maar dat is heel hoog wel, hè? Dat hele stuk vanaf de trap naar het plafond is echt heel hoog. Ja, maar kijk wel eventjes. Ja, we moeten sowieso nog verf voor boven bestellen. Dus we kunnen altijd nog een emmertje van 5 liter of 2,5 liter erbij doen als dat nodig is. Als we boven de hele overloop ook nog die basiskleur willen, maar we zien het wel. In principe is het trapgat niet heel spannend, hè? Want dat zie je toch niet of dat nou wit is of die basiskleur. Nee, dat is waar. Nou ja, misschien wel als er licht op valt. We zijn meteen nog eventjes een kast aan elkaar aan het klikken bij IKEA. Beetje van, even nadenken van wat is praktisch, wat is handig. Want ik wil graag een hanggedeelte, maar ook een stukje hanggedeelte voor lange jurken of een jumpsuit of zo. Maar ik wil ook nog wel wat legdingen daar. Nou, zoveel kleding heb ik niet meer. En Benno vindt het ook wel belangrijk als hij zijn broeken kan ophangen. Dus dit is een beetje wat we nu hebben bedacht. We willen niet een hele grote kast. We hebben ook niet heel veel ruimte voor een hele grote kast. In principe zouden we nog wel een langere kast kunnen doen. Maar ja, we vragen ons af of dat echt nodig is. Maar we gaan het eerst nog even opmeten voor we het echt gaan bestellen. Ja, we moeten een keer keuzes gaan maken. We hebben ook al die malmkasten gezien. Die heeft die buurvrouw hier, waar ik vanmiddag op de thee was. Die heeft een schuine muur en die kan dus precies daar staan. Snap je wat ik bedoel? In die hoek waar het dak schuin gaat, die past er precies onder. Dus als je die daar mooi onder zet, dan heb je natuurlijk
je kan daar toch niet lopen. Dus het zou heel fijn zijn als daar ook nog een kast kan met laders. Dan heb je daar ook nog wat opbergruimte. En dan zouden we er sowieso moeten komen met wat we hebben aan spullen. En we kunnen er ook nog andere dingen in leggen als beddengoed. Ja, wat leg je daar nog meer in? Gewoon alles wat een plekje nodig heeft. Waar je geen plaats voor hebt op een andere plek in huis. We hebben nog een heleboel keuzes te maken. In ieder geval, we moeten nog even alles nameten. We hebben een nieuw bed besteld natuurlijk. Even kijken hoe ver die onder de schuine wand kan komen. En hoeveel ruimte er dan nog is als we die moomkasten neerzetten. Met moomkast, looppad, bed. Hoeveel ruimte er is om te lopen. En hoe hoog het plafond dan is en zo. Het is echt een hele puzzel. Oh, dat is jammer. Zijn ze precies hier gestopt? Olivier. Yes, ik liet het gisteren al even zien. Ze hebben dus allemaal aarde. Dit is een mengsel van aarde en klei. Omdat alleen aarde was dus echt veel duurder. Dus hebben we het maar zo gedaan. En nu naar werk. Het zonnetje schijnt lekker vandaag, maar er staat ook een heel koud, fris windje. Maar ik heb wel weer zin in vandaag om lekker te werken. Goedemorgen allemaal, het is vrijdag en ik ben vrij vandaag. Alleen, ik voel me helemaal niet lekker. Ik ben al sinds vorige week zaterdag echt elke dag vlagen van heel misselijk, vooral in de ochtend. En duizeligheid, rare klachten. Maar nu is dus mij er ook beroerd. Die begon gisteravond opeens. En er is heel veel achtergrondgeluid hier. Ik moet even... We hebben hier een vliesdeken voor het raam hangen. Omdat we nog geen gordijnen hebben. En ik kan echt niet slapen zonder gordijnen. Dus vandaar deze oplossing. Maar was ik niet aan het vertellen. Meijer was opeens gisteravond niet fit. En Loei heet, dus ik heb haar zetpil gegeven. Ze bleef maar huilen de hele nacht, dus ik heb haar uiteindelijk in ons bed gelegd. En Benno is in haar bed gaan slapen. Maar ze voelt zich zo beroerd dat ze dus nu uit zichzelf vraagt om een zetpil. Terwijl ze dat echt niet leuk vindt, dus die heb ik maar even opgehaald. Een vloerkleed. Ja. Muis. Hij is roze. En roze. Is dit nummer 1? Oh, dat is nummer 1. Oké. Okay. Je hebt er nog meer. Kijk eens maar, een mooie roze vloerkleed. Cool, hè? 2. Ik heb een beetje naar de kleuren opgelet, hè, die we hebben. Ja, maar dat moeten we juist niet willen. Het is al zo roze. Nee, dan komt er een vlak gewoon terug. Het is niet roze. Dit is gewoon top. En dan komt toevallig een vlak roze en de bank komt terug en gordijnen komen terug. Ja, precies. Dat. Ik denk dat een effect tape mooier is, aangezien we ook al print hebben op de muur en... Eén, twee, drie, vier, vijf. 6, 7. 8, 9. Wat komt na 9? 10. En? Is gevonden? Nee. Onze verf is bezorgd, maar we missen één pakket. En hij is niet bij ons huis afgeleverd, maar ergens op het bouwterrein. Dat klinkt alsof het gestolen is, maar dat is het feit niet, hè? Nee. Hij is gewoon niet bezorgd. Is niet gejat, is gewoon niet bezorgd. Maar, nou ja, daar moeten we dan nog maar achteraan. Dat zou eens een keer mee zitten. Tja, bedtijd denk ik. Het is bijna tijd om naar bed te gaan, maar eerst ga ik nog even vanuit de kamer achter mij naar de badkamer. Onze badkamer. Ik moet mijn haar wassen, het is echt nodig.
Dus dat ga ik even doen in de keuken. We hebben een vuilniszak voor het raam, want kan iedereen ons zien. En ja, dan ga ik mij even wassen hier en mijn haar wassen. Tanden poetsen en dan lekker naar bed. Gezellig dat je weer bij was. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet om een duimpje omhoog te doen en om je even te abonneren of een leuke reactie achter te laten. En dan zie ik jullie heel snel weer. Doei!